jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ben ik met Lotte! Ja! Feest! Ja, al haar social media staat. Social media staat allemaal in de beschrijving. Yes. Oh ja, en we gaan natuurlijk de geen ja, geen nee, geen challenge opnemen. Laten we beginnen. Wie gaat er beginnen? Mij maakt het juist. Oké, doe mij maar. Dus dat is. Oké. We gaan nu beginnen. Ik ga beginnen met Lotte. Wow. Hallo? Het was ineens niet meer scherp. Maar ja, ik ga dus beginnen met Lotte vragen stellen. Hoe is dat op het moment met je? Hartstikke goed. Klopt dat je in het tweede zit? Dat klopt. Zijn je tekort of niet? Ik sta helemaal geen tekorten. Vind je je klas leuk? De meiden die gaan wel, maar de jongens totaal niet. Ik snap het helemaal. Ja. Ja! 1-0! Shit. Hoe lang zit je nu op carnaval? 6 jaar. En heb je het nog steeds naar je zin? Ik vind het hartstikke leuk. In welk team zit je nu? B2. Ja. Vind je het leuk dat je op mijn YouTube kanaal komt te staan? Ik heb je stappen lachen. Ik vind het hartstikke gezellig zijn met jou, Amy. Goed zo. Ja, prettig. Ja. Heb je het afgelopen week? Ik heb het door vragen. Ja. Heb je afgelopen winter geschaatst op de markt? Dat heb ik niet gedaan. En toen waren we heel onscherp. Ik heb niet geschaatst op de markt. Ga je op vakantie deze zomer? Waarschijnlijk wel. Zo ja, waar ga je naartoe? Frankrijk volgens mij. Denk okay. Ik. Gezellig. Wat is je... Oh nee, wacht even. Dat was... Oh ja, wel. Wat is je lievelingsnummer van het moment? Ik ga even opzoeken. Jema, waar staat het nummer? Let your day. Nee, maar... 3-0. Yes! Bam. Oh, die. Call me. Oh, die ken ik ook. Hoe lang luister je die nu al? 3 weken. Heb je lusproducten? Die heb ik. Welke heb je dan? Een lusbal. Een badbom. Yes. Oké, maar dit was mijn laatste vraag. Oh, nou, 3-0 dan. En nu moet ik jou verbreken. Dus jij moet minder dan 2. Ja, op gelijk spel. Als we gelijk spel hebben, dan. Nu als het 3 is. Dan. Verzinnen we, dan doen we omnomen en dan kijken wie het eerst jou mee ja, zegt. Dat is goed. Oké. Heb je blond haar? Dat heb ik. Heb je broer of zus? Die heb ik ook. Wat heb je? Een broer. Is ze aardig voor je? Heel aardig. Doen jullie veel dingen samen? Op zich. Zoals wat? Spelletjes spelen bij mijn opa en oma. Vind je dat leuk? Dat vind ik altijd gezellig. Wat speel je dan? Skimmo. En dan kan je uitleggen wat Skimmo is? Nou, dan heb je... kaarten. Ik zeg Brain. Dan heb je allemaal kaarten. En dan van 1 tot 12. En dan moet je ze een soort van volgorde leggen. En zo snel mogelijk... Je hebt dan een stapeltje. En dan moet je dat stapeltje zo snel mogelijk wegspelen. Gebruik je de stafkaarten? Dat niet. Gaat het op tijd? Dat ook niet. Kan je nog iets anders zeggen? Dat kan ik. Oké, Elio, wat nou? Ik heb mijn 15 vragen verwijderd. Nee. Dat is dom. Oh mijn god. Verzin er maar nu nog een paar. Zit je op voetbal? Dat zit ik. Zit je op handbal? Nee, dat... Oh! 2. Zit je op dansen?
Dat zit ik. Zit je erop? Soort van. Dan moet je even over nadenken. Ja! 3-2, 3-1, 3-3. Vind je het irritant dat ik ja, nee of in mag zeggen? Valt mee. Vind je me echt wel aardig? Tuurlijk. Zou je graag kinderen willen? Heel graag. Een jongen? Ook. Een meisje? Ook. Een tweeling? Op zich lijkt het me wel gaaf. Op zich. Dan moet je wel op elkaar lijken. En dat is Lisa Lena. En een vijfling? Daar wil ik niet aan denken. Ja, oké. Okay, ja, ik ga niet meer verzinnen, want ik kan wel door blijven verzinnen. Maar het staat 3-3, dus. Heb je Nike schoenen? Die heb ik niet. Hou je van make-up? Heel erg. Heb je Adidas schoenen? Die heb ik. Daar moest je lang over nadenken. Ja, ik moest even. Ja, het! Ik heb gewonnen! Nee, nee, maar dat staat ook niet meer bij de vraag. Oh. Want daar moest je lang over nadenken. Ja, dat moest. Ja, of hè? Het staat bij de vraag niet. Ik wou zeggen ja, maar we doen wel niet. Want ik moest één vraag stellen en dan moest jij weer een vraag stellen. Dus we doen maar niet. Hou je van bloemen? Ik vind het mooi, maar bij ons gaan ze altijd dood beneden. Altijd. 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 Had je net wind tegen? Best wel veel. Zou je op je 18e al gelijk een auto rijden? Ik denk het wel. Dat lijkt me wel cool. Zit je op MAVO? Dat zit ik. Word je in groepen opgedeeld met dansen? Hoe bedoel je dat? Zeg maar, heb je een groep zoals ik zeg maar heb met B2, B1 en zo? Ik zit in groep 11. Volgende vraag. Klopt het dat je aankomend jaar mensen en gezondheid gaat doen? Dat ga ik doen. Oh, ik denk serieus als wij er niet uitkomen dat een van ons geen ja of nee meer gaat zeggen. Nee, want... Want dan gaan we er meer over nadenken. Omdat je om en om gaat vragen, dan heb je weer tijd om na te denken. Ja. Daarom. Zullen we het op gelijkspel houden? Ja, we houden het op gelijkspel. En de volgende keer verder gaan. Toch wel ook. Dat we een deel 2 maken of zo. Ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk eventjes. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei.